Ik heb eigenlijk de liefde voor het vakgebied heb ik pas opgedaan tijdens mijn studie. Dus in die zin ben ik daar in die periode erg gevormd. Het is niet zo dat ik ben opgegroeid in een politiek gezin, waardoor het logisch is dat ik in de arbeidsverhoudingen ben gaan verdiepen. Het is wel zo dat ik het altijd heel erg leuk vind. Een van de dingen die ik erg leuk vind aan mijn vak is dat ik dus regelmatig interviews hou met mensen over hun werk. En dat vind ik leuk om te doen. En ik vind ook de variëteit die daarin zit van iemand die vrachtwagenchauffeur is zoals mijn vader was. Die doet wat anders dan een bouwvakker en die doet wat anders dan een metaalman. En het is altijd erg leuk om met mensen over hun werk te praten. Eén belangrijke verandering als je een periode van 20 jaar neemt, en daar zijn eigenlijk goede redenen voor, is de kentering van het denken over een verzorgingsstaat ouderstijl, zoals die in de naoorlogse jaren is opgebouwd, naar de arbeidsparticipatiefilosofie. Sociale zekerheid was bedoeld als tijdelijke voorziening bij inkomensverlies bij gebrek aan werk. Met de economische veranderingen bleek het beroep daarop te groter worden. En dat betekende dat de reïntegratie van mensen die langdurig in de sociale zekerheid verzeild dreigend te raken. Hoe krijgen we die weer terug op de arbeidsmarkt? Dat is een belangrijk thema geworden. En dat heeft ook geleid tot een herijking van instituties, organisaties en regelgeving op dit terrein. Waar we al een tijd mee bezig zijn en nog wel even mee door zullen gaan. And the main thing is that we want the best of both worlds in Europe. We want flexibility for our labor markets to be able to compete with, for instance, the American labor market. We want to be the most competitive economy in the world, the European Commission has stated. So flexibility is seen as a very important feature of our labor market to be further developed. But at the other hand, we want also security for workers, but also for their families. We want to retain social cohesion in our societies. And that's the other part. So I was fascinated by this double bind, because as I have written in some papers, a double bind, this term, this double expectation, comes from psychology. A double bind is a double expectation, and in psychology it's known for producing schizophrenia with people, because you expect two possibly contradictory things from them. Waarom is het zo'n uniek programma? Het is uniek omdat het een nieuw onderzoeksthema is. Er wordt al lang wel gedacht over en arbeidsmarktregelgeving en over flexibilisering. We hebben in de jaren 80 vanuit de rechtse hoek onder invloed van Reagan en Thatcher de idee gehad dat alleen maar flexibiliteit zou kunnen en wenselijk zou zijn. Het flexicurity concept is eigenlijk van Nederlandse oorsprong en gaat er terecht van uit dat je altijd een zekere mate van regulering nodig hebt. Dat het gaat om een slimme balans van regulering en van flexibiliteit. Is flexicurity eigenlijk niet een hele schizofrene benadering? Het is een paradox, hè? Een schijnbare tegenstelling. In de praktijk blijkt namelijk, want je denkt van zekerheid en flexibiliteit staan tegenover elkaar, zijn twee verschillende dingen. Toch is dat, als je wat dieper op de materie ingaat, is dat niet zo. Marktwerking, de markten zoals wij die kennen, de ontwikkeling van het kapitalisme, die is pas tot stand gekomen toen er een overheid was die regels stelde, die bijvoorbeeld de waardevastheid van munten kon garanderen. Dus flexibiliteit veronderstelt een zekere minimale mate van regelgeving. Dat is al langer bekend. Waar het om gaat is dat de regels die in een bepaalde periode werken, niet per definitie in een volgende periode nog even goed van pas zijn. Dus het gaat om een soort continue doordenking van een balans en van goede combinaties van bepaalde regels. En wat levert dat aan risico's en aan voordelen en aan zekerheid en aan flexibiliteit op?